Op maandag 27 mei wandelden meer dan 200 Belgische bakkers door de straten van Lokeren. Een grote optocht om de 63ste Nationale Dag van de Bakkerijsector in te zetten. We zijn enorm fier en blij dat wij de bakkers van België, van gans België, de bakkersfederaties, hier mogen ontvangen op onze markt. Het wordt jaarlijks georganiseerd en we zijn heel blij dat de Lokerse Bakkersfederatie het initiatief genomen heeft om dit jaar hier in onze stad te organiseren. Dus een schitterende dag, we hebben enorm goed weer. Mensen zijn enorm tevreden en het geeft ons de mogelijkheid om Lokeren in de picture te plaatsen voor gans België. Het is de eerste maal dat wij dit organiseren. Onze Bakkersbond bestaat 115 jaar. En voor ons is dat een absoluut hoogtepunt dat wij die Nationale Dag mogen organiseren. Het is een absolute hoogdag voor de bakkers. Het is een beloning van de jarenlange inzet van alle leden. Het harde werken dat wij doen, maar ook de bakkers samenbrengen. Gaan vertellen wat er allemaal speelt en leeft in onze sector is heel belangrijk voor ons. De dag bestaat uit veel tradities, dus we hebben eigenlijk eerst ons ontbijt waar we mee starten, de optocht naar de Eucharistieviering, de officiële toespraken en daarna is het eigenlijk een middagprogramma en dan zijn eigenlijk vanavond alle remmen los om eigenlijk eens echt uit de bol te gaan. Ik vind van Nationale Dag een topdag. Het is een gezellig samen zijn met bakkers van alle provincies in Vlaanderen en ook buiten Vlaanderen. Dus ook van Wallonië zitten we allemaal samen. Het is een zeer goed sociaal contact. Kunnen we eventjes overleggen wat dat, de sector doet in Wallonië, in Brussel en in Vlaanderen. Dus ik heb samen overleggen daarover met collega's. Ik kom van de provincie Namen, een dorpje naast Merksledem. Ik heb een bakkerij ginder. Als ik in ons dorp begon, 30 jaar geleden, waren er 5 bakkers. Tussen Namen en Andin. En nu nog 1. En die zijn wel de reden dat ik hier nu ook ben, dat is om te laten zien dat we er nog zijn. Hè. De bakkerijsector wordt vaak in een negatief daglicht geplaatst door het afnemend aantal zelfstandige bakkers. Toch kunnen de aanwezige bakkers met gemak hun beroep verdedigen. Het is niet zo het cliché van nachtwerk. Nee, wij doen ook overdag veel. Met de machines die wij allemaal hebben, kunnen wij ook nog een sociaal leven leiden. En dat moet even gezegd worden. De bakkerijsector is een beroep die zeer mooi is. Je kunt uw fantasieën, uw ideeën uitwerken op allerlei brood- en banketproducten, op ijs. Dus het is en blijft een boeiend beroep. Wat ik zo mooi vind aan het bakken is dat je begint met water en bloem. En 3 uur later heb je een product dat zalig riekt, enorm goed smaakt en mensen bijeenbrengt. Want je mag van eender welke religie zijn, eender welke nationaliteit, mensen zitten allemaal rond brood. En dat brengt de mensen echt samen. En ik heb dan na 30 jaar nog altijd die passie voor dat brood maken.